Hi, ik ben Ahmed, je digitale vakman. En in deze video laat ik zien hoe je je cv ontlucht. Ontluchten doe je het beste in de ochtend. Daarvoor heb je nodig een ontluchtingssleuteltje en een doek. Draai eerst de thermostaat voor 10 minuten zo hoog mogelijk. Draai daarna alle radiatorknoppen open en zet dan de thermostaat weer laag. Begin bij de radiator op het laagste punt in huis. Draai met de sleutel het ventiel open. Zodra er water uitkomt, draai je hem weer dicht. Er kan donker water uitkomen, dat is heel normaal. Als laatste ontluchten we het expansievat. Deze kan er in verschillende kleuren zijn, zoals rood, wit of grijs. Het ontluchten van het expansievat gaat precies hetzelfde zoals bij de radiatoren. Is het gelukt met het expansievat? Controleer daarna de waterdruk in de cv-ketel. Deze hoort altijd tussen de 1,5 en 2 bar te zijn. Is de druk op de cv-ketel te laag, dan dient deze bijgevuld te worden. Hoe dat gaat, leg ik je in een andere video uit. Ik hoop dat het is gelukt. Zo niet, kijk dan even op onze website voor de meest gestelde vragen. Succes verder!